zitten ze weer, hoor. Dames en heren, jongens en meisjes, wat gezellig. Poppenkast. Zal ik gaan even de gordijnen open doen, hè? Leuk, ja, klaar zit de trein in de poppenkast, in de poppenkast. Zo, deze. Dat heeft je zo verrast. Nou, dames en heren, ik ga jullie even iets heel moois leren vandaag. Ik ga jullie leren luieren. Ja, dat is heel makkelijk. Het is mijn specialiteit. Dan pak ik even mijn kussentje. Maak ik mezelf gemakkelijk. Met chips. En dan... Wat is het voor enge muziek? Dwaap! Ja, Klaas. Je moet gaan sporten. Sporten? Ja, sporten, Jan Klaasje, met ons zoontje. Hebben wij een zoontje? Ja, natuurlijk hebben wij een zoontje, Jantje. Oh ja, Jantje, ja. Maar waarom moet ik dan met hem sporten? Nou, dit is gezond, Jan Klaasje. Dit is goed voor hem. Alleen de hele dag maar in zijn bed te meuren. Of op een kussentje met chips. Ja, ja, maar daar kan ik ook niks aan doen, hè. Want zo zijn kinderen nou eenmaal. Ja, maar Jan Klaasje, jij moet het goede voorbeeld geven, hè? Hup, nee. Je moet hem leren sporten. Ja, maar kijk dan. Ik ben even bezig. Jan Klaasje, je moet sporten met Jantje. Hè? Een goede sport aan hem leren. Wow. Oké. Katraan, rustig aan maar. Nou, ik stuur hem naar je toe, hè. Bedenk jij maar even alvast welke sport je hem gaat leren dan. Ja, tja. Sport? Voetbal? Nee. Dit is echt heel vermoeiend. Zwemmen? Oh nee, dat ken ik helemaal niet. Ja! Papa? Ja! Papa. Ja, wat is er nou, Jantje? Wat is er nou? Papa, gaan we sporten? Ja, wat zit iedereen te zeuren vandaag? Papa, ga jij mij leren sport? Ja, Jantje. Ja, hou hij. Ik ga jou een hele goede sport leren. Joepie. Ik ga jou namelijk leren vissen. Vissen? Ja, Jantje. Jouw papa is toevallig een geweldige sportvisser. Met een vis. Ja, nou natuurlijk met een vis. Ah, zo dom, hè. Nou, maar ik ga jou alles leren over vissen. Eerst moeten we even de gracht hebben. De gracht? Ja, kom, help me nou even, Jantje. Kijk hier. Is dat met de vis? Ja, de vis zit toch in het water? Even de gracht hier. Help me nou even met het neerzetten. Is dat de gracht? Ja, dat zie je toch. Kijk zo. Even draaien hier. Kijk. Van de golfjes. Zie je het? Au ja. Ja. Maar die ga ik niet de hele tijd doen, hoor. Maar dan is je de... Ja, stop maar weer even met de muziekaccordeonist. Want ik blijf aan de gang, hè. Als je gaat sporten, dan moet je helemaal alleen maar met je sport bezig zijn. Dus maar laat ik me niet afleiden. Ga je mij leren? Ja! Rustig nou een beetje, kijk. Ik ga het je helemaal leren. Voor vissen heb je eigenlijk nou maar één ding nodig. Een kussentje. En dan ga je zo bij het water. Lekker liggen. Zo, oh, heerlijk. En sporten. Is dat vissen? Ja, sportvissen dan, hè. Nou, stil, ik ben even bezig met mijn sport. Waar is dan de vis? Nou, Jantje, hou nou even je mop. Wacht even. Ja, wacht even. Ja, au, dat is stom. Ja, we moeten nog een hengel hebben. Dat is dom van jou, hè, Jantje. Helemaal vergeten. Kijk, dan pak ik even deze. Kijk hier. Een stok. Nou, dit is dom. Dit is helemaal geen stok. Dat is een hengel. Kijk, en dan doe ik dit erbij. Een touw. De domme, dat heeft hij van zijn moeder, hè. Nee, dit is geen touw. Dit is een
vislijn. Zo, en dan dit. Een haak. Ja, die is die, ja. Ja, dit is een haak, ja, ja. Zo, en dan doen we dat zo in de gracht, zo hier. Nou, en dan maar wachten dat de vis bijt in de haak, zo, hap. Mag ik voelen aan de haak? Ja, ja, dat voel maar hoor, ja. Auw! Zo dom, hè? Oh, hier komt de haak! Hier komt de haak! Ah! Leuke papa ben ik toch, hè? Grappig, grappige papa. Niet de haak doet pijn. Ja, natuurlijk. Nou, hup, in de gracht. En dan gaan wij liggen. Tenminste, ik. Hè, eindelijk. Oh. De haak doet de vis pijn. Wel, nee. Ga eens even op met die accordeonmuziek zo. Vissen hebben geen gevoel. Jantje, accordeonisten jullie allemaal, ik leer jullie even iets. Vissen zijn gevoelloze dieren. De vis is mijn vriend. Dat kan helemaal niet. Een vis is vriend. Nou, laat me naar sporten, hè. Nee, dit mag niet. Mijn vriend. Nou, Jantje, nou is het genoeg, hè. Ha nou op. Zo kan ik niet luieren. Ik bedoel, sporten. Dit mag niet. Dit mag je niet doen. Nou ja. Kijk, hij rent er gewoon vandoor. Ah, sorry hoor, mensen. Ja, kijk, Jantje is gewoon geen sportief type. He, maar, nou ga ik wel gewoon door met sporten. Want daarna ben ik al allemaal begonnen. Oh, zo, hé. Zo, aha. Hier is de gracht dus. Eindelijk gevonden. Zo, dan moet ik even dit bord erbij zetten. Ja. Hé, wat is dit nou? Wat is dat? Hé, is dat Jan Klaassen? Jan Klaassen? Hallo? Jan Klaassen! Ah! Oh, ai, agent. Jan Klaassen, wat staat er op dat bord? Ja, weet ik veel. Ja, kijk dan even. Ja, ik kan niet lezen hoor. Er staat verboden te vissen. Nou, dat zou toch wel meevallen. Was jij aan het vissen, Jan Klaassen? Nee. Wat heb je dan daar? Is dat geen hengel? Dit? Nee, dit is gewoon een stok. En dit is dit geen vislijn? Dit? Nee, dit is gewoon een touw. En dit is dit geen haak? Dit? Dit is gewoon een... Ja. Jij was aan het vissen, Jan Klaassen. En dat is verboden. Zal ik jou eens even... in de gevangenis stoppen? Ah! Hey, Jan Klaassen! Wat krijgen we nou? Waar ben je? Waar zit hij? Huh! Zat hij daar? Huh! Zat hij daar? Huh! Nou, maar wacht even. Ja, nou heb ik je, Jan Klaassen! Ai, ai, ai! Ga daar maar eens met mijn hengel! Ik bedoel mijn stok! Ja! Oh! Hey. Huh, wat heb ik dan nou? Hey, kijk nou, agent! Ben jij nou aan het vissen? Oh, dit mag niet, hè? Oh, dit is verboden. Ja, maar wacht nou even. Kijk, wat heb jij nou uit de gracht gevist? Zie je dat? Verboden. Ja, maar ik ben niet aan het vissen. Nou, wat heb je dan in je hand? Dat is een hengel. Nee, dat is niet van mij. Nee, ik doe niet... Oh, mama! Zo! Nou, die zien we niet meer terug, hoor, mensen. Ah, kijk hem eens redden. Ah, Jantje, is dat mijn vriend? Dit is de vis, Jantje. Ah. Hé, gezideri, Jantje, niet doen nou. Hé? Nou, doe nou even niet, het is toch vies? Ik doe je een pyjamaatje aan.
En ik stop je in mijn bekje. Nee, Jantje, nee, dat kan niet. Hij moet in het water, anders gaat hij dood. Dood? Ja, een vis kan niet op het land, hè. Hij moet terug in de gracht. Snel. Dag, dag, vriend. Kijk, hij zwemt weg. Zie je, allemaal goed gekomen, Jantje. He, je vriend zit lekker in het water. Maar ga jij nou niet meer vissen? Nee, Jantje, nee. Het is mij ook veel te vermoeiend ook, dat vissen. We gaan wel wat anders sporten. Maar nu lapen. En wat? Lapen. Kijk nou, Jantje. Jantje, valt zo in slaap. Hé, hey, Jan Klaas, hè? Oh! Stil nou even, Katrijn. Jantje, die slaapt net. Oh, kijk nou, Jan Klaas. Hey, zie je nou wel? Even lekker sporten. En dan kan je lekker slapen. Goed gedaan, hoor. Ja, nou, kom, Katrijn. Doe eens stilletjes de gordijntjes dicht voor hem. Kan hij nog beter slapen, hè? Ja, maar ruim jij zo wel even die gracht op. De hele poppenkast ligt vol met water. Stil nou, Katrijn. Zo wordt Jantje wakker als je zo zeurt. Ja, maar je moet wel die gracht opruimen, hè? Ja, zometeen is de gordijn aan de haven. Ja, maar wel doen, hè?